Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag hebben jullie bepaald dat we ons lot in de handen moeten leggen van deze domsteen. De dobbelsteen gaat bepalen waar we daadwerkelijk heen gaan. Ja, precies. Als we 1 gooien, dan vliegen we naar Dubai. Als we 2 gooien, vliegen we naar Venetië. Als we 3 gooien, vliegen we naar Gran Canaria. Als we 4 gooien, vliegen we naar Istanbul. Als we 5 gooien, vliegen we naar fucking Berlijn. En als we 6 gooien, vliegen we naar Athene. De dobbelsteen gaat nu bepalen waar wij naartoe gaan. Kijk, ze hebben een privéjet en er vliegen ook andere mensen mee. We zijn net gearriveerd op het vliegveld van Istanbul. We hebben doorgekregen dat ons hotel al wel geboekt is. Ja, maar we moeten er alleen nog zien te komen. En hier staan alleen maar bussen of taxis. Dus 1 tot en met 3 is een bus. En 4 tot en met 6 is een taxi. Ja, nou, komt ie. Gooi hem. Twee. Dat is een bus. Hey, we hebben hier nummer 2 gegooid. Dit is ook bus nummer 2, dus... Nou, op goed vertrouwen gaan we dit maar een bus in. Echt geen flauw idee waar we nu zijn. Oké, Steven, waar de fuck moeten we naartoe houden? Ik heb het net gevraagd en we moeten daarheen. Naar Galatasaray, zei die, hoorde ik, en dan rechts. 14 miljoen inwoners en je denkt dat we die kant even oplopen en het hotel tegen ons aan zien komen lopen. Hoe dom kun je zijn, vriend? Echt waar. Had mij het dan laten vragen. Laten we vragen. Nou, vragen zou ik zeggen, je beste Turks lul. Helemaal niks van. We zijn ontzettend hard verdwaald. Moet je kijken even, film even waar we zijn. Het is zo eng. Het is echt de engste wijk die ooit kijk. We hebben eindelijk ons hotel gevonden. We hebben echt immens lang rondgelopen, maar we hebben het uitgevonden. Nee, is niet waar. Hap lekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in Istanbul. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je wakker? Ja, ik wel. Mooi, dan kunnen we beginnen met de domsteen. Ja, we weten niet welke kant op moeten, dus domsteen bepaalt. 1 tot met 3 is rechts, 4 tot met 6 is links. Links. 6, links. Dat is links. Ik wil dat Thomas de schoen laat poetsen, maar hij wil het niet. Dus het lot van de domsteen bepaalt. 1 tot 3 is ja, of nee, is nee. En 4 tot 6 is ja. Oké? Ja. Haha, het kunnen poetje. Ja, deze man, joh. Ja, het is goed.
Nou, we willen iets zien van de stad. En hier onder ons is de metro. Maar de Dobbelsteen bepaalt welke metro we moeten nemen. Nou, we hebben... lekker dan. We hebben maar, er is maar één halte. Dus we moeten er zo meteen wel uit. Gaat het ook wel eens goed met jou? Ik vind het. Kijk even waar we zijn. Met shit. Oh, we zijn aan het water gek. We zijn gewoon bij het water. Wauw. We kunnen de boot pakken. 1 tot en met 3 is ja, 4 tot en met 6 is nee. Ja, we gaan! Nee, nee we gaan niet! We gaan niet, lul! 4 tot en met 6 is nee, helaas! Ah, is het wel vernieuwd? Nee! Dit spel is keihard. Jammer keihard. Man. Keihard. Maar we gaan verder. Fuck. Nou, luister, Thomas zou eigenlijk zeggen, we kunnen de bus, taxi of de tram pakken. Ja? Zullen we gaan gooien? Ja, maar gooien. Hey! Taxi! Oké, maar waar gaan we naartoe? Maar waar gaan we naartoe? Zullen we gewoon vragen aan de taxichauffeur, take us to a beautiful place? Ja. Dan komen we vast wel ergens leuk terecht. Alleen, we weten niet waar, dus het blijft toch een beetje spannend. Wat ben je hier aan het doen? Ja, maar kunnen we... Even tussen de jongen. Nou, dit is... Dit is onze grote vriend. Hallo, speak 5, hè. We wilden dus naar die mooie brug die we zagen. Die was aan de overkant. En dat was rechtsaf. En die taxichauffeur gaat echt letterlijk linksaf. Dus we gaan gewoon totaal aan de kant. We hebben geen idee waar we heen gaan. Nou, dit was wat jongen, niet normaal. Echt, die vent werd boos. Echt, die vent werd zo boos. Lachen, man. Ik denk, hij gaat ons neersteken of zo. Even serieus, hij was helemaal boos dat we er eerder uit willen. Want ja, die gast ging ons van keihard opleggen. Ja, serieus. Hij had het over gewoon 100 euro en shit, weet je. Dus we zeiden, zet ons gewoon nu hier aan de kant neer. Precies. En nou, hebben we geen idee waar we zijn. Wel vet, weet je. We stappen net bij die boze taxichauffeur uit zijn auto en nu zien we gigantische winkelcentrum. Zo kom je nog eens ergens. Het winkelcentrum loopt over naar de metro. Ja, dus we gaan nu beter om de Dobbelsteen gooien om te kijken waar we uitkomen. Daar naartoe, ja, maar de Dobbelsteen bepaalt. 1, 2, 3 is ja en 4, 5, 6 is nee. Oh shit, rellen. Oh shit, wegwezen met die camera hoor. Gast, zijn gewoon rellen man. Oh no, in mee. Fucking in mee ook trouwens. Ik vertrouw het hier echt niet vast, hè. Deze chicks zijn gewoon verslag te doen hier. Met een gasmasker en een helm in de hand. Oké, de mensen dus gaan straks protesteren tegen de regering hier. En ik denk echt, er staan al iets van 500 ME-gasten klaar. Het hele plein is gewoon ontruimd. En ik denk echt dat het gaat losbarsten straks. Heel, kom, we moeten hier echt weghouden. Het loopt. Kom, we gaan niet weg. Beetje vreemd land. Let's go, let's go. Hoera!
heb net traangas in mijn oog gehad van de politie hier. En dat meisje dat je vriend, dat is keuken. En iedereen gaat over zijn nek hier en het is echt groot. We zijn in een steeg hier in Istanbul. De politie is overal. Het is echt uit de hand, gast. Kijk waar jij mee rondloopt. Ja, deze gewoon zo. Ik kijk gewoon in mijn ogen. We hebben gewoon een gasmasker hier. Echt niet normaal. Dit is dus het resultaat als je... Ja, dat was in je oogkracht. Ja. Alleen, we zijn nu Thomas kwijt. En oh. Ik ben echt... Oh. Oh, ik ben helemaal gek, jongen. Mijn ogen doen zo pijn. Oh. Dit is echt niet normaal. Dat we in een soort oorlogsgebied zijn. Ik loop echt midden in het traangashok. Ik zie niks meer, mijn keel doet pijn. Zoveel pijn dit. Oh, dat is echt zoveel pijn. Het is echt vreselijk wat hier gebeurt. Goed, dit was echt te bizar voor woorden. We kunnen niet meer doorfilmen. Thomas heeft traangas in zijn fucking oog gehad, dus het is ja, klaar. Echt. En wat eigenlijk zo mooi begon van ons avontuur naar Istanbul, is echt ontzettend slecht afgelopen. Want dit was best wel gevaarlijk. Ja, tot volgende week. Bye. Trip, het is iets anders gelopen dan we hadden verwacht, maar alsnog is Istanbul een ontzettend mooie stad. En we zijn weer gelukkig veilig aangekomen in Nederland. Yes! Los van al dit gebeuren, vond je dit nou toch een toffe video? Like dan eventjes. En wil je meer van ons zien, abonneer dan gelijk even op ons kanaal. En laat even in de reacties weten wat jij van deze video vindt. En deel deze video even met al je social media vrienden. Lopen nog meer mensen door de hele tijd, maar dat maakt helemaal niet uit. Tot volgende week! Doei doei!